Hoi, ik ben Niels van Telecom Hunter en vandaag een nieuwe video. In deze video laat ik jullie zien hoe je jouw Poly product voorziet van de nieuwste firmware updates. Wij adviseren jou om regelmatig te controleren of jouw Poly product is voorzien van de meest recente firmware updates. Zo profiteer je van de nieuwste functionaliteiten en maximale veiligheid. Hoe je dat doet, dat laat ik je nu zien. Stap 1 is het installeren van de Plantronics Hub software. Met deze software kun je jouw Poly product voorzien van de meest recente firmware update. Zoals jullie kunnen zien heb ik mijn Voyager Focus aangesloten op de laptop en gaan we kijken of deze nog up-to-date is. Wat direct opvalt is het rode bolletje achter firmware. Dit houdt in dat er een nieuwe update klaarstaat en die gaan we dan ook nu direct installeren op de headset. Dit doe je door te klikken op Notifications. Zoals je ziet staat hier de firmware update klaar om geïnstalleerd te worden. Klik vervolgens op Update en druk vervolgens op Begin Update. Zoals jullie kunnen zien is de update nu klaar. Dit heeft circa 3 minuten geduurd. Achter de firmware is het bolletje weer groen. Van versie V.5 zijn we nu gegaan naar versie V.7. Dit houdt in dat je headset nu up-to-date is. Heb je nou nog vragen over het updaten van jouw Poly product? Bel me gerust op, dan help ik je graag verder.